En daar heeft mama dan enkele downloads gedaan met de memory stick van papa. Al lachend geld verzamelen voor de ALS-liga. Dat is wat Hugo Simons een jaar lang heeft gedaan. Zo kon hij op 19 december een mooie cheque aan de liga overhandigen. Het is dus dat we aan een heel mooi bedrag komen van €7.666. Dus dat is niet niks. Ik heb aan de reacties gehoord dat de mensen inderdaad zeer gelukkig zijn. En het houdt niet op, want nu met Music for Life is er weer een actie geweest de voorbije dagen. En het geld komt dus inderdaad binnen en ze kunnen het zeer goed gebruiken, want het is nog altijd een dodelijke ziekte waar geen remedie voor gevonden is. De ALS-liga was op de hoogte dat Hugo op tournee ging om het geld bij elkaar te krijgen. Maar dat het zo een groot bedrag zou worden, hadden ze niet verwacht. Ja, het was voor ons natuurlijk een totale verrassing dat het zo'n hoog bedrag was. Wij waren heel aangenaam verrast. We hadden het eigenlijk niet verwacht dat het eigenlijk over €7.666,20 ging gaan. Maar het is echt een heel mooi bedrag voor drie mooie activiteiten die hij gedaan heeft. Waarom Hugo Simons nu net een actie voor ALS opzette, is omdat Hugo van dichtbij is geconfronteerd geweest met de ziekte. Nadat mijn schoonbroer, dus de broer van mijn vrouw, 3 jaar geleden gestorven is aan ALS. En dat wij wisten dat ALS dus eigenlijk maar kan werken met giften en schenkingen. Dacht ik, ja, waarom niet enkele voorstellingen geven ten voordele van. Zijt je daar wel zeker van? Nou ja, zegt die event, kijk maar naar uw achterwerk. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je amen en je gloria, je geef. De €7.666,20, daar weet men bij de ALS-liga onmiddellijk raad mee. Ja, we hebben 4 belangrijke doelstellingen binnen onze organisatie. En de 2 belangrijkste daarvan die gaan we dan ook ondersteunen met deze middelen. En dat is directe ondersteuning aan onze ALS-patiënten en het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek rechtstreeks naar de onderzoekers. Hugo kreeg de steun van heel wat organisaties waar hij zijn voorstelling mocht gaan spelen. Zo kwam hij bij vrienden terecht die na het diner het wel zagen zitten dat Hugo Simons zijn voorstelling bracht in het restaurant. De 3 voornaamste steden die hem steunden waren Leuven, Sint-Truiden en Antwerpen. En die bedankten dan ook Hugo voor de gezellige avond. Ik heb wel heel wat reacties gekregen per mail van mensen die de mooie voorstelling en ook een mooie onderneming vonden. Tot slot rijst de vraag, wordt het niet eens hoogdringend tijd dat er een grote actie voor ALS wordt opgezet, zoals Kom op tegen kanker of Rode Neuzendag? Maar echt een heel grote activiteit zoals Rode Neuzen of is de warmste week voor ons alleen of zo is nog nooit gebeurd, dus dat zou wel eens heel leuk zijn inderdaad. Of die actie er komt, voor het antwoord op die vraag zullen we nog een jaartje moeten wachten.